Waarvoor zijn ze er dan? Ik hoor strontziek van dat er PSV-supporters dat die opgepakt worden en 750 gulden boete krijgen omdat ze roepen van Joden, terwijl hun heel de tijd in het vak staan te zingen wij zijn superjoden. Welke lading heeft dat woord Joden? Hey, als wij zingen kutkankerjoden, dat raakt hun ook niet, maar dat raakt de media. Hun vinden het mooi. Als wij zeggen kutkankerjoden, dat raakt hun echt niet, want ze vinden het mooi. Een rel. Hey, maar, ja, maar de media gaan liggen denken, hé, weet wat? Ja. Hey, de oorlog, 40, 45. Hey, als de joden aan het zingen zijn, zo, stil. In de media zeggen ze, er staat voor het gasgeluid. En dat werd gemaakt in de Tweede Wereldoorlog, want toen ze de gaskamers ingeleid werden, kwam er gas vrij. En dat was een sissend geluid, dus dat bedoelen ze. Ja? Nou, schitterend recht om iemand het stadionverbod te geven. Maar we hebben niet nodig, hebben wij niks gemaakt. Nee, maar dat is toch realiteit? Kijk, hun zingen nou gewoon, hey, Philips Amsterdam. Hey, daar raakt ons nog veel meer als dat we zeggen kutkankerjoden. Boonstra, hey. Boonstra die aan het kijken. Boonstra. Nee, dit is Boonstra, dat is de grootste vijand nou. Boonstra, de grootste vijand. Boonstra, dat is gewoon de boonstra. 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 Ze zijn trots op het PSV-stadion. Ze zien het als hun tweede huis. Als blijkt dat de ingang open staat, kunnen ze ongehinderd naar binnen en geven Bas een rondleiding. Wat betekent dit nou voor jullie om hier te staan? Dit is voor ons ons thuis, hè? Ja. Ja, echt. We geloven jullie. Die rijke lui het PSV geloven ook niet. Ja. Kijk, maar hun hebben de scheid aan, snap je? Hun hebben, ik weet niet hoeveel gulden op de bank. Ja. En die hebben de scheid aan. Ja. Hun leeft het PV, die leeft alleen maar in hun banksalaris. Ja. Maar voor ons niet. Voor ons leeft ze gewoon. Geld maakt niet uit bij ons. Kunnen jullie mij vertellen wat waar jullie nou zitten? Ja, wij zijn helemaal erachter. Niet voor ons komen we op een. We trekken de strijd, de strijd om op een. Vooruit hier op dit. Kijk, hier zitten wij, op dit vak zitten wij zeg maar. Beveiliging. Kijk, wij komen hier gewoon voor de PV staan, wij helpen van PV. Ja. En dan komen we beveiliging aan, weet ik wel. Maar slaat er nou op. Het is gewoon ons huis. Hey, we reclame maken van PV. Ja. Als hij houdt van mijn huis en hij komt bij mij, dan stuur ik ook niemand op hem dak. Nee. Ik ben een jong. Ik ben mijn ziekenhuizen weggebracht. Eerst weg van hier. Vandaar tot aan de kruising wordt uitgevoerd tegen de politie, want die proberen zoveel mogelijk weg te krijgen. En dan is het toch weer. Voor je eigen, om toch te zorgen dat je daar voor aan die kruising staat, voor als er iets gebeurt, dat je toch voorop staat. Als je met twee man daar staat, dan heb je ook niks in te brengen. Dat het heel moeilijk te begrijpen is voor normale mensen. Wij zijn ook normale mensen. Nee, maar daarom zeg je zag die aanhalingstekens toch? Nou, die zag, ik weet niet of de camera die zag. Ja, aanhalingstekens. Het is toch heel moeilijk te begrijpen voor normale mensen. Dat jullie aan de ene kant kunnen jullie elkaar voetbal verslaan. Voetbal is emotie. Ja, maar het heeft toch niets met voetbal te maken? Het is toch een alibi, dat voetbal? Nee, dat is geen alibi. Nee, dat vinden jullie. Ja, dat zijn jullie. Maar jullie gaan knokken. Wij zijn PSV-supporters. Ongeacht de winst gaan jullie met elkaar knokken. Nee, zo zijn wij niet. De anderen mogen niet op de heilige grond komen in elk geval. Ze moeten zijn eigen op de heilige grond gedragen zoals wij dat willen. En als ze zijn eigen buiten dat boekje gaan... Oké, leg jij dan die gedragsregels eens uit? Oh, dat is heel simpel. Gewoon geen grote bek in onze stad. Ja. Want dan zijn wij de baas. En wat nog meer? Niet laten zien dat ze gek zijn.
We hoeven niks te laten zien. Niet aan onze club komen. Hoe komen ze niet aan? Het is gewoon zo simpel. Ze moeten ze mij gewoon aanpassen aan ons hier, want anders gaat het erop. Maar wanneer pas je niet aan jullie club? Ja, dan gaat het erop. Maar hoe doe je dat? Stel, ik ben van de SV Haarlem, ik weet niet of het bestaat, maar stel, hoe kan ik me hier niet gedragen? Wat zou ik moeten doen om me niet te gedragen? Nou, voor mij was het kanker PSV zo, dan is het mee Tijd voor de boodschap. Jij moet bijkomen. Ja, natuurlijk. Ik leef mij in mijn rol. Ja. Luister, nee, even serieus. Dat is serieus. Dat is serieus. Dus alleen maar door me niet volgens jouw regels te gedragen, kan ik een pistool voor mijn hoofd krijgen. Nou, omdat het om de sport gaat. Bijna goed af als de stop op je hoofd. Ja? Natuurlijk. Fuck off, jongen. Want? Ja, ik ken nog erg aflopen. Twee stompen. Maar het is toch te gek eigenlijk. Ik bedoel, het gaat toch om sport? Het gaat om voetbal? Je bent heel fanatiek, hè? Ik zie het in je ogen. Ja. Voetbal is meer dan sport. Ja, hè? Ja, levensovertuiging. Voetbal is emotie. Levensovertuiging. Kun je voorstellen dat ze mij niet vertegen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar voor ons is het de levensovertuiging. Kun jij nou heel boos worden op mij? Ja. Zo, dadelijk aan de schop, ja. Waar ik achter op dat boekje staan, infiltreer bij de centrumpartij bijvoorbeeld. Ja. En dan niet om die centrumpartij, maar gewoon infiltratie is voor mij gewoon, ja, dan ben je gewoon een verraaier eigenlijk. Dus daar kan ik al heel boos eigenlijk om worden. Ja. Maar toch kunnen we wel goed met elkaar opschieten volgens mij. Ja, dat weet ik niet. Nee? We praten nog met elkaar, maar dat weet ik niet. Dus je zit met een dubbele emotie, zeg maar. Nee, ik praat tegen jou, ja, voor jouw programma, voor de rest. Niet met een dubbele bodem hier staan, sta je gewoon open en bloot. Ja, maar ik weet niet waar jij hier achter met het programma bezig bent, dus. Ja. Het zit diep, hè? Ik heb mijn scheerapparaat vergeten, dan kan je het liefst eigenlijk kaal scoren vanmiddag. Ja, dat meen ik echt. Jongens van Nek, dat is het stereotype van de gedachten van een Nederlander, waar die over een voetbalsupporter denken. 90% van deze jongens heeft gewoon een normale baan, ja, om de kosten te kunnen betalen voor het voetballen, wat dat kost. Ja. Wij betalen tussen de 6.000 en 8.000 gulden per jaar om PSV te kunnen zien. Door heel Europa, door heel de wereld, als dat moet. Ja. Maar ja, ik ga overal naartoe, of we nou in Barcelona of in Kiev voetballen, ja, ik ben erbij. Maar het is sociaal onacceptabel, dat vindt de goede burger, zeg maar, en de autoriteiten. De goede burger heeft geen verstand van voetballen. Dat zeg jij, maar dat zullen zij bestrijden. Er zijn altijd mensen die zeggen dat er 15 miljoen meningen in Nederland zijn over voetbal. Ja. Maar 90% heeft geen verstand van voetbal. Ik heb zeker geen verstand van voetbal. Dus leg mij eens uit waarom wat jij doet acceptabel zou moeten zijn. Maar ik doe het. Ik zeg niet waar ik doe dat het acceptabel moet zijn. Nee. Ik kom gewoon op voor mijn club. Ja. En daar heb ik heel veel voor over, zo niet alles. Ja, dat is het. Dat is dat fundamentalisme van jullie. Jullie gaan tot het uiterste om jullie zaak te verdedigen, om jullie, ja, om jullie club te verdedigen, ja, om de heilige grond te verdedigen. Ja. Om de andere club op te dringen, de andere voetbalsport op te dringen. Om zich aan te passen aan onze regels. De gedragsregel. Ja. Is dat acceptabel? Ja, voor ons wel. Supporters op weg naar de wedstrijd PSV-Vitesse. Zoals ook bij eerdere wedstrijden lukt het Bas van Hout een kaartje te kopen op de Zwarte Markt. En het stadion binnen te komen zonder de verplichte clubkaart. De Eindhovenaren gebruiken deze wedstrijd om hun ongenoegen kenbaar te maken over het in hun ogen doorgeschoten stadionverbodenbeleid van de KNVB. Onder het motto voetbal verziek het niet, KNVB overdrijf het niet, verlaten ze massaal het stadion. En dat terwijl er nog ruim 20 minuten gevoetbald moet worden. Waarom worden jullie zo agressief van de gang van zaken, van de manier waarop jullie behandeld worden? Nou, wij horen op alle mogelijke manieren tegenwerken. Kijk, het is niet alleen het voetbal tegen de supporters, tegen elkaar. Ja. Maar we horen de politie en de gemeente Eindhoven. Nee, dan praat ik over Eindhoven, ja, nou, dan horen wij gewoon tegenwerken. Net zoals wat mijn maat al zegt. Voor de wedstrijd komen we meestal hier samen of bij het marktje op de Roetse Markt. Meestal voor thuiswedstrijden hier uit, dat hangt niet uit. Maar die gast
de uitbatering, die wordt zo, ja, zo zwaar benadeeld. Ja. Ja. Omdat we hier met een paar honderd man binnen staan en buiten staan ook mensen. Als de mensen hier vandaan kwamen, buiten naar buiten gingen, moesten ze plastic glazen bier nemen. Heeft die man allemaal geregeld. Er is niks meer gebeurd, het gooien. Maar toch moeten dicht, terwijl het perronnetje, het uitlaatperronnetje voor de sporters daar is. Dat kunnen wij niet begrijpen. Hier komt helemaal niks langs. Zoals vroeger, is nou niet meer. Waarom moet die man dan nou nog steeds onderlijden? Dat begrijpen wij gewoon niet. Dat is dus het probleem. Maar dat werkt allemaal agressiviteit en dat is gewoon... Ja, jij wilt doelen dat wij geen schatjes zijn. Dat zijn we misschien ook helemaal niet. Maar dat willen we ook helemaal niet beweren. Maar wij zijn ook geen boemannen zoals jij ook wil beweren. Nee, dat zeg ik niet. Wij, willen, wij zijn voor onze club hier, we zijn voor de gezelligheid hier. Dat is duidelijk. Dat jullie club voor alles gaat is duidelijk. Dus laten we dat geen ooit is hier één ding gebeurd. Ja. Dan zaten we hier met 10 man binnen. Ja. Komt 40 man van NAC. Ja. Komt hier aan, die wou weer herbe zoeken. Weet je hoe dat zat? Dan zou ik je even helemaal haarfijn uitleggen. Er was, was er eentje van NAC. Ze zaten van NAC, zaten op het politiebureau hier. Hier tegenover het politiebureau, want zo was het gewoon. Wat doen die van NAC? Die gaan verhalen halen met 40 man. Dan gaan ze daar voor het politiebureau staan. Ze worden daar niet toegelaten. Dan komen ze hier naartoe. Toen begon de vechtpartij. Wat zeggen ze dan? Oh, NAC is ook wat een risicowedstrijd. Nou, wie ligt het dan? Ja, wat er daar gebeurd is, dat zou bij ons nooit gebeuren. Want bij ons zouden ze nooit weglopen. Wat is daar gebeurd? Nee, wij gaan daar gewoon niet op in. Beffen. Luister, ik luister goed, ik zal je gewoon vertellen. Ja. Wij gaan daar gewoon niet op in. Waarop in? Op industrieterreinen gaan wij gewoon niet op in. Nee, op dat hele onderwerp niet. Ja. Nee, wij gaan, niet gewoon op, wij gaan er ook niet in naartoe. Wij gaan voor het voetbal en we gaan niet naar industrieterreinen. Als, ik heb bijvoorbeeld tegen Arsenal meegemaakt. Ja. Komt er een Engelsman naar ons toe. Wij waren met vieren bij het stadion. Die wou ook een vechtpartij afspreken. Ergens na de wedstrijd. Ja. En ik zeg, wat? Fight? You want to fight? Hop, bonk. Weet je, ja, hebben ze me ook gearresteerd. Daarom kan ik ook rustig vertellen, hoor. En ook niet op een zachtzinnige wijze, want ik ga niet gerust tegen. Hele harde. Daar wil ik maar even zeggen. Dat is gewoon over dat verhaal. Maar de Engelsman is ook ruzie met ons. Ja. Die wil iets afspreken. En wie pakt ze aan? Ons. Maar, en ik had zo goed jullie zijn altijd de lul. Wij zijn altijd de lul. Nee, daar gaat het niet om. Of wij altijd de lul zijn. Maar dat kwam er net wel een beetje. Nee, maar ik wil dus gewoon zeggen, hun zochten hun wouden de vechten aanspreken. Ja. Dus toen dacht ik nou net aan Beverwijk en dat hoeft voor mij gewoon. Als ik ooit mijn kop met elkaar laat slaan, hè, wat dat ooit gebeurd is, hè, durf ik me echt niet meer te laten zien. Daar. Natuurlijk niet. Echt niet, zeker niet. Ik kan niks inbrengen, hè, want ik ben één keer zo smal en zo maar ik blijf echt wel staan. Er komen nog 100.000 man aan. Echt niet. Echt, ik blijf op zeker staan. Is er nou een code? Op dat punt stop je gewoon. Want, wij stoppen niet. Nee, als je bijvoorbeeld. Als je echt een overmacht hebt en je gaat gewoon neer, is er dan een soort code, daar stoppen we en daar gaan we niet verder? Neer je niet. Kijk, als we te veel worden wel. Die code ligt bij de tegenstander dan. Kijk, als wij met 30 man zijn en hun zijn met 10 man, dan stop ik ja. Maar als zijn wij met 10 man en hun zijn met 50 of 100 man, dan stoppen wij echt niet. Zeker niet, dan blijven wij op deken doorgaan. Ja. En geen plan, degene die niet doorgaat, hè, die beurt ze echt wel van mij, ook al is hij zo of zo of zo. Die burgers zijn echt wel van mij. Je moet elkaar geen mietje gaan noemen. Voetbal is altijd emotioneel geweest, hè? Er is het al in Engeland uit, de kroeg is vechten geweest. In principe is er helemaal niks op tegen. Want als je de juiste mensen pakt, ze neer. Kijk, ik heb al straks gezegd, we pakken geen kleine jongens. We pakken geen mannen. Pak mensen die willen knoppen. Ja, juist. Die mensen die hier als je hier willen komen, die komen voor de confrontatie. Dan komen ze ervoor. Die komen voor die confrontatie. Nou, wij zijn er omdat die confrontatie kan opzoeken. Ja. Maar ik heb van mijn advocaat ooit gehoord, die kwam hier op het politiebureau. Hij zegt, ik heb nooit een voetbalsupporter moeten verdedigen, zegt hij. Ja. Hij zei, ik ben op een gegeven moment een keer op het hoofdbureau geweest. Hij zei, ik schrok mij helemaal wezenloos, zegt hij, hoe daar die M1 naar buiten liep. Ja. Hij zei, we gaan ze vandaag pakken, zit hij. Hul die M1, hul dat peloton. Hij zei, we doen het vandaag. Die mannen zijn net zo agressief als wij in principe hier met z'n allen zijn. Dan komen we ze gewoon normaal tegen, hè? Dan ben ik aan het winkelen of zo, hè? Dan komen we ze normaal tegen. Hey, durven ze u niet aan te kijken, die kankerhomo's. Hallo. Dan kijken ze de andere kant uit, wat slaat er nou op? Als ze mij bij het voetballen zien, dan willen ze mij mijn kop inslaan. En dan kom ik hem bij het winkelen tegen. En dan kijken ze de andere kant, durven ze niet aan te kijken. Dat ze met z'n jong daar lopen. Ja, ik loop natuurlijk ook met mijn jong. Ja, dat slaat er nergens op. Hey, wist je dat er in het weekend bij discotheken meer georganiseerd gevochten wordt als met voetballen? Je had het er net al. Maar hoe ver ben jij bereid om te gaan? Ik ga het uiterste. Ongeacht de consequenties? Ja. Ongeacht of je daar zelf straf voor krijgt? Ja. Voor je sport, voor je hobby? Ja, nee, voor mijn maat.
maten zijn hobby toch? Nee, maar dat gaat niet meer voor PSV. Dat gaat voor om dat wij zo graag voor elkaar gegaan zijn. Hey, mijn maten zijn mijn familie en mijn familie is mijn familie. Dan denk je niet meer aan PSV, dan denk je gewoon aan hem. Die is heel groot. Die is groot. Die is echt groot. In een Brabants land is dat groot. Je bent familie, je doet dit van elkaar. Je doet dit omdat je fanatiek PSV-supporter bent. Je gaat tot het uiterste. Je bent dus bereid om iemand het ziekenhuis in te schoppen. En misschien nog wel erger. Je bent bereid om daar een lange... Ik op dat moment niet ben. Maar je bent bereid om daar een lange celstraf voor te ondergaan. Dan is het toch niet iets helemaal in orde? Zo, in de commentaars is het ook zo. We stammen toch allemaal van de apen af, of niet? Dat is toch instinct? Heb jij kinderen? Als jouw broer of zus of kinderen iets doen, doe jij het ook precies hetzelfde? Dat is toch instinct, of niet? Als hij mijn broer iets aan doen, zo, hè? Ja, maar ik zoek het niet op. Nee, dat zoek ik ook niet op. Als mijn broer in elkaar stapt. Ooit heb ik niet op. Dat doe ik precies hetzelfde. Ooit gebeurt er iets. Ja. Ik vecht partij, jongen, als slaan ze mijn gebroken neus. Niks aan de hand, jongen. Het zit mij gereed. Ja, maar ik heb meer gehad in mijn kop gehad als misschien jij ooit gaten gevuld hebt met je vrouw. Dat maakt mij niet uit. Mij ook niet. Dat vind ik helemaal niet erg. Gaat het verder? Hè? Gebeurt het met andere geweld? Luister, dan is de kous af, dan is het afgelopen. Dan krijg je allemaal maatregelen. Iedereen zit gewoon te bluffen, elke club. Hè? Iedereen wil hetzelfde vertellen. Ik denk wat die mensen. En dat is gewoon. Hey, maar wij doen het gewoon op zeker, echt gewoon 100% zeker. Kijk, hun zitten allemaal te bluffen met dingen voor de camera. Dinnen. En dat kennen wij ook wel. Als ik een muts optrek, ja, dan ken ik ook wel wat gekke dingen doen voor de camera. Ik vind wat maar dat is niet, want wij zijn gewoon zo. Ik ga eigenlijk wel door hem voor het vuur. En voor hem voor ik het vind vuur. Wat met die bekoring gebeurd is, joh. Luister, als het aan mijn maat was geweest. Dat vind ik niet normaal, hoor. Hey, als het mijn maat was geweest, want de volgende dag, dat was dezelfde avond, hè. Dan was ik al in Amsterdam, of in Rotterdam geweest, had ik er echt wel, ik weet niet hoeveel huizen plat gebrand. Ja, op zeker. Dan mag je uit ons komen slapen, wat ik wel. Dat was echt normaal, hoor. Er moet ook een code zijn, in feite. Hey, Ajax nodigt zijn eigen uit om tegen Feyenoord te willen knokken. Ja. Bij Beverwijk. Ja. Wat doen ze nou eens vooruit? Ja. En ze laten zijn beste maat, die er al een tijdje niks mee te maken heeft. Ja. Eerlijk is eerlijk. Probeer de club wat dat betreft is gewoon een toffe jongen, blijf gewoon staan. Ja. Hij is gewoon blijven staan, dat is niet meer normaal, hè. Hij is echt wel een goede jongen geweest. He, maar waar zijn het? Hey. Van die kankerkinderen. Kijk, die kankerjongen. Die denken dat ze een grote school moeten hebben, maar die naaien eruit. Nou, die hebben we hier in Eindhoven niet.